ben Maxime en ik ben special effects technician. En wij komen vandaag regen maken met een team van 3. En wij moeten de scènes voorzien van regen, dat de mensen nat worden en dat de achtergrond mooi beregend is. Je ziet in heel veel Amerikaanse films ook wet downs. Wet downs zijn eigenlijk dat ze de straat nat spuiten. En voor de DOP, als je er licht op zet, geeft dat heel mooie reflectie. En dat geeft een beetje extra sfeer en dimensie aan de beelden. Het ziet er filmischer uit. In onze sector, de special effects sector, is het een beetje uitvinden en van alles testen en proberen. En het regensysteem dat wij hebben, is uitgedacht door Harry Wiesenhaan en Rick Wiesenhaan, heel lang geleden. En hoe dat allemaal ineensteekt en gedaan wordt, dat is een beetje beroepsgeheim. Wat mijn werk zo leuk maakt voor mij persoonlijk, is dat ik een beetje overal kom. Wij draaien zowel in België als in Nederland. Het is een beetje een mengeling van soms achter de computer zitten, maar soms ook met slangen sleuren of rondlopen. Dus die afwisseling vind ik wel heel fijn om te doen. In de winterregen maken is minder fijn, omdat dat dan heel glad kan worden op de baan. Acteurs zien onder het water moeten die bevriezen gewoon, dus dat proberen we ook een beetje te vermijden. Dus in deze tijden, in de zomer en de lente regen maken is wel het fijnste. Een ander dingetje dat nog wel iets grappig kan zijn op set als de regen aanstaat, dat veel mensen het soms niet doorhebben terwijl het wel verkondigd wordt. Maar natuurlijk moet je gepaste kledij aan hebben en echt op een paar seconden kletsnat zijn. En dan het kan wel eens een grappig momentje zijn. Sorry, ik ben het. Max. Ik kan niet. Mag ik wel even binnenkomen? Het regent, heel even.